Good morning everyone. Jongens, de laatste dag van mijn Walt Disney World vakantie. Dag nummer 16 inmiddels is alweer aangebroken. En we moeten naar huis vandaag. Maar niet voordat ik eerst nog een lange ochtend heb genoten hier in Disney's Magic Kingdom. En ik ga het weer doen zoals ik een paar jaar geleden in Disneyland Resort gedaan heb met Shorty. We gaan proberen zoveel mogelijk experiences in de ochtend te doen. Ik ga er heel veel aan beginnen. Ik heb er super veel zin in. Het is net 7 uur geweest. Let's go! Zo, meteen lekker naar binnen. Het is vandaag weer een dag dat The Magic Kingdom will close tonight promptly at 6 p.m. Het is natuurlijk omdat er nog een kerstparty is, die we deze reis ook een paar keer gedaan hebben. En het voordeel daarvan is dat het soms nogal eens rustiger kan zijn tijdens The Magic Kingdom overdagdag. Oh jongens, volgens mij is er zojuist een bruiloft geweest. Kijk eens daar. Nou ja, geweest. Er is er eentje bezig. Op Main Street Station is gewoon nu een wedding bezig. Superleuk. Nou, good morning jongens. Jullie waren er nog net iets eerder uit dan ik. Heb ik toch nog nooit meegemaakt hier in Magic Kingdom. En ik ben er nu toch voor 3 hele reizen geweest. Ik ben meer dan 6 weken in mijn leven in Walt Disney World geweest, jongens. Maar we gaan nog een dagje met volle teugen genieten van dit prachtige Magic Kingdom. Kijk toch eens hoe mooi, jongens. Is het toch een prachtige entrance. En dan lopen we dan nog één keer right down the middle of Main Street USA. Met achter mij de gigantisch mooie Magic Kingdom kerstboom. Want ik ben hier dus voor het eerst tijdens een kerstseizoen geweest. Was net even anders dan hoe het in Disneyland Parijs altijd is. Want in Disneyland Parijs is alles gewoon altijd met kerst. Het entertainment, de shows, de snackjes. Maar hier in Magic Kingdom is dat allemaal niet. Daar moet je namelijk extra voor betalen voor die Mickey's Very Merry Christmas Party. Link hierboven, dat heb ik genoten 2 keer. Het is even anders, maar de andere parken hebben ook nog meer kerstmis. Het was echt leuk om eens een jaar hier te zijn. Natuurlijk ga ik altijd naar Anaheim rond de kerstdagen. Maar nu was ik een keer in Orlando. Nou, omdat het nog zo vroeg is, hebben wij early entry. Ik weet eigenlijk nog niet precies hoe laat het nou is. Laten we dat eens eventjes checken. Ja, het is nu 23 over 7. Dan kunnen we op zich wel alvast een experience of een ride gaan doen. Ik wil wel om 8 uur de openingshow zien voor het kasteel. Want die heb ik de hele vakantie nog niet gezien. Het is bijna 7:30 en dat betekent dat we naar binnen mogen. Want de hotelgasten hebben een half uurtje extra entry. En om 7:30 gaat dit dus hier open. En kunnen we alvast een ride doen. Voor het park officieel open gaat om 8 uur. En we mogen naar binnen. En terwijl hier iedereen bij Tomorrowland natuurlijk spurt richting Buzz Lightyear Astro Blasters en Space Mountain, ga ik even totaal iets anders doen. Mij maak je namelijk ultiem gelukkig met een rondje op de People Mover. Let's go. I'm rope dropping the People Mover. Ik ben vandaag de allereerste die hierop gaat. Noem het maar gek, maar ik vind die ride zo leuk. Ik ben toch nog een keer meegemaakt hebben, mijn laatste dag. Experience number 1. Hallo daar. Thank you very much. So, People Mover, it is. Meegemaakt dat ik de eerste persoon van de dag was op de Tomorrowland People Mover. First experience, Vink. Over een kleine 10 minuutjes begint de openingshow hier. Die wil ik nog echt even zien deze vakantie. Oh jongens, de laatste dag. Ik vind het nu alweer verschrikkelijk. Oh, look! Everything is sparkling! Oh,
Dat was experience nummer 2. Let the magic begin, de opening show van Magic Kingdom. Toch ontiegelijk leuk dat ik dat deze vakantie tenminste één keer gezien heb. Moet wel zeggen, nu met de 50ste verjaardag is het leuk dat die characters allemaal in een 50ste verjaardag outfit zijn. Maar oorspronkelijk was die toch wat leuker, want er waren veel meer characters. Alle characters die in Fantasyland aanwezig waren en door het park, die waren op het podium vroeger. Maar leuk om gezien te hebben. Maar kijk dan, deze kleine vriend heeft ook zin in een dagje Magic Kingdom. Wat leuk. Ik heb echt het gevoel dat ik weer de eerste dag hier ben. Deze route doe ik eigenlijk altijd op de eerste dag dat ik weer terug ben in de Walt Disney World. Opening show kijken en mijn way maken richting de Haunted Mansion. Oh, ik heb echt geluk. 10 minuutjes voor de Haunted Mansion. Nou, die gaan we dan nog even een keer meepikken. Hallo daar, pal. Gelukkig heb ik ook op deze laatste dag van de vakantie nog Genie Plus bij mijn pakket zitten. Dus we hebben een Lightning Lane kunnen reserveren voor later deze ochtend. Voor Big Thunder Mountain, dus die gaan we ook sowieso nog doen. Maar nu, Haunted Mansion, experience nummer 3. We gaan lekker. Oh, dat is wel fijn. Het is in ieder geval open voor visitation. Het is in ieder geval zo leuk om te zien hoe deze wachter altijd aangekleed is. Toch net iets anders dan bij Phantom Manor. I like it. Of course, there's always my way. Nou, deze wachter heeft nog niet eens 10 minuten geduurd. Ik kan al instappen. I love early mornings at a Disney park. Send us a message from somewhere beyond. Het is nog geen 8:30 en ik heb Experience 4 al in zicht. Laten we maar een lekker vaartje gaan maken door de Caribbean. You may get wet, en dat klopt. Zo jongens, 5 minuutjes voor Pirates. Dat mag ik niet overslaan. Ahoy there, crew. Ahoy. Tell him, Carlos, don't be chicken. Nee, wees geen kip, jong. Oh, ik heb hem gevonden, hoor. Ik kan het ook niet vertellen, maar daar staat hij gewoon, hoor. Je hebt het, Jack Sparrow. Zijn de bezoeker, daar staat hij gewoon. Tussen de jurken. Ik heb me lekker een breakfastje besteld. En dat breakfastje, dat is natuurlijk wel bekend. Dat is wat ik altijd heb hier in Magic Kingdom. En ik doe erop, jongens. I'm here. Prepare my order bij Sleepy Hollow. Namelijk een super lekkere Mickey waffle. En jongens, een Mickey waffle in Disney Parks, dat is eigenlijk gewoon experience nummer 5. Smakelijk. Oh jongens. Zo jammer dat het weer de laatste dag is. Maar deze vriend, die gaat er wel even in. Even eten. Good morning. En tapwalletje. Blijf een Nederlander, hè. Oh, wat ga ik dit missen. Dit is zo lekker. Die aardbeidjes zijn zo lekker koud met een heerlijk sausje. Oh, ik ga hem te mist is. Nou, dat ontbijtje zit erin. Kijk eens wat een prachtig uitzicht met dat zonnetje. Cinderella's Castle. De tijd vliegt dan weer deze laatste dag. Maar ik moet dan ook zeggen, ik heb al 5 dingen gedaan. Dus experience nummer 6. Die ga ik nou opzoeken. In Fantasyland. Nog even een korte stop bij de Assepoesterfontein die we ook in Disneyland Parijs hebben. Altijd bijzonder dat die ook hier staat. In Orlando, Florida. Ik heb een ride gevonden die ik nog niet gedaan heb deze vakantie. Namelijk The Many Adventures
of Winnie de Pooh. En die kan niet achterblijven nu, jongens. Laten we maar snel gaan. 10 minuutjes wachten, daar doen we het voor. Experience 6 en mijn honingpotje ook weer overleefd. Wat leuk, toch lekker snel gedaan. Zo, tijd voor de wildest ride in the wilderness. En dat wordt experience nummer 7 alweer. Iets wilder dan de Many Adventures of Winnie the Pooh. Zo, dan gaan we nog een laatste keer in de Wildest Ride of de Orlando Wilderness. En nu ik naar de andere kant van het park moet, is dit tevens hier mijn laatste aanblik op de original Splash Mountain. Ja jongens, de original Splash Mountain. Die gaan we niet meer zien in de toekomst. Het hele aanzicht gaat veranderen de volgende keer als ik hier ben, hè. Mag ik even afscheid nemen? Nou jongens, dat was het dan. Vaarwel Splash Mountain. See you at Tiana's Bayou Adventure. Oké, nog één keer dan. Kijk ze aan. Zo leuk. Zo leuk. Goodbye. Well, I guess we're back where we started this morning. Tomorrowland. Ik moet wel zeggen, ik heb het hier deze hele vakantie niet zo ontiegelijk rustig gezien. En ik weet, het is pas rond 10, maar dat is toch fijn. Mission accomplished, Space Rangers. Check the status board and review your score. Oké, ondanks dat ik veel gefilmd heb, toch niet slecht gedaan, toch? Best netjes. Oh nee, het is afgelopen. Echt gigantisch heerlijk hoeveel ik deze ochtend nog kan doen. Ik ga nu even wat rustiger aanlopen, want ik ben al bij experience nummer 9. En dat is Space Mountain. En ik besef dat eigenlijk alle grotere rides, behalve de Jungle Cruise, want die was wel echt super druk, die heb ik gewoon afgetikt deze morgen. Het is gewoon heerlijk. Straks nog even een paradetje kijken. En dan moet ik alweer gaan. Dus ik ben hier meer dan 2 weken geweest. Het is ook al mooi geweest, toch? Ik prent dat mezelf maar even in. Tijd voor Space. Het is ook gewoon pas de eerste keer deze vakantie dat ik in Space Mountain ga. Het is werkelijk waar. Ongelooflijk. Maar goed, we hebben de Lightning Lane. Lightning Lane. Wat een moeilijk woord. Lightning Lane nummer 3. En Experience nummer 9. Good morning. Blijft een leuke ride, jongens. Maar god, wat is die stroef. En mijn god, wat wordt je in en weer geschuddeld. Ongelooflijk, bijna 11 uur. En gewoon bijna alles al gedaan. Behalve de kiddie rides, hè, die moeten we niet meetellen. Maar ik ga nu naar experience nummer 10. Voor 11 uur in de ochtend. En dat is Under the Sea Journey of the Little Mermaid. Die heb ik wel een paar keer gedaan deze vakantie. Maar jongens, die is te leuk om te laten liggen. Lightning Lane nummer 4, hier gaan we.
Nou word ik trouwens gewoon alleen fanatiek. Ik ga er puur om rides aftikken. Ik ga voor de eerste keer deze vakantie naar Storybook Circus. Het is nu net na 11 uur geweest. Om 12 uur is de Festival de Fantasy Parade. Dus daar ga ik dadelijk mijn spotje voor pakken. Maar ik zag dat er nog één ride is die gewoon puur voor het aftikken is. Maar dat wordt mijn officieel laatste attractie hier tijdens mijn 2022 vakantie in Walt Disney World. Het is namelijk tijd voor de meest waanzinnige attractie die hier bestaat. De Barnstormer Experience nummer 11. En je kan lachen, dus 5 minuten wachten, maar ik heb gewoon een Lightning Lane en die gaan we gebruiken ook. Hoppakee, hebben we toch voor betaald, hè? Here we go. Goofy is the great Goofini. Heb je hem? Een attractie die ik helaas nog niet op dit lijstje kan zetten, is Tron. Die zijn ze nog steeds aan bouwen. Maar jongens, hij is nu echt bijna klaar. Kijk ze werken daar. De volgende keer als ik in Magic Kingdom kom, dan is het Tron tijd. Nu beloof ik het. Maar eerst is het tijd voor het spectaculairste dat we hier kunnen vinden in de buurt. Veel spectaculairder dan Tron, de Barnstormer. Ontiegelijk spectaculair. Experience nummer 11, die ik niet had willen missen. Nou, dat was dan officieel mijn allerlaatste attractie van deze trip. Ik kan er nog doen, maar ik heb gewoon eigenlijk alles wat ik kon doen vandaag gedaan. Ik ga eens eventjes een spotje zoeken voor de Festival of Fantasy Parade. Nou, wel leuk om de Barnstormer nog een keertje gedaan te hebben. Vink, 11 experiences deze ochtend. Ongelooflijk, zoveel gedaan. Nou, kijk wie hier nog even tegenkomen. Dit is gewoon Winnie de Pooh. Hello Winnie, good to see you. En Tigger. Nou, heel deze vakantie 4 characters gemiet. En dit is nog even leuk meegenomen. Bye friends. See ya. One day. Nou, ik heb een plekje gevonden voor de Festival of Fantasy Parade. Heerlijk in de schaduw, dankzij deze hele leuke Christmas tree. Dus ik sta lekker in de schaduw. Het is ongeveer nog zo'n 20 minuutjes wachten. En dan is het tijd voor de Festival of Fantasy Parade. Experience nummer 12 volgens mij. Maar ik zie dat experience nummer 11,5 nu langskomt. Met het einde van de middagversie van Festival of Fantasy Parade is mijn vakantie ten einde. Wat een topreis. Laatste blik op het kasteel. En gone. En we zijn weer terug waar we vanmorgen begonnen. Jongens, deze dag was echt super fijn. Ik heb echt 12 experiences gedaan in de ochtend. Bijna alle attracties in Magic Kingdom kunnen doen. Ik heb gewoon de parade nog gezien op een prachtige plek. Wel heel apart, de openingsvloot die miste. Maar nevermind. Jongens, dit was Walt Disney World 2022. Ik heb echt ontiegelijk genoten. Dan ga ik snel richting mijn resort waar mijn ouders zitten. En dan is het tijd om vanavond het vliegtuig terug naar Nederland te pakken, waar het een stukje kouder zal zijn. Jongens, bedankt voor het kijken. Ik heb echt heerlijk genoten. En ik zou zeggen, tot de volgende. Even vaarwel zeggen tegen mijn vrienden. Tiki ongeduldig waren ze wel, maar vaarwel.